Yo iedereen, welkom bij deze nieuwe video op het kanaal, jongens. Zoals jullie in de titel konden zien, gaan we vandaag weer reageren op jullie montages, boys. Ik heb er vandaag hartstikke veel zin in. Hopelijk jullie ook, jongens. Vergeet het even niet te laten zien met een like, jongens. En als je nieuw bent, je weet wat je moet doen, boys. Abonneer even zeker op het kanaal met het belletje aan. We hoeven nog maar 1800 abonnees voor de 40.000, boys. Die moeten we echt voor 2021 halen. En daar kunnen jullie me sowieso bij helpen. Dus boys, abonneer even zeker. En dan gaan we vandaag gewoon meteen beginnen, boys. We gaan niet te veel praten. En dan gaan we naar de eerste video. Let's get it. Oké, jongens, we zijn bij het eerste kanaal aangekomen en die is van Larco. Dat is vandaag de eerste die we gaan checken, boys. We gaan zoals elke week 4 montages bekijken, jongens. 3 PC-spelers en 1 console natuurlijk. En we beginnen vandaag bij Larco, jongens. Even kijken, kwaliteit staat al op het hoogst. Ja, let's check it out, man. Hey. Oh, Engels. Mannen zijn Engels. Dus hij gaat waarschijnlijk niet eens verstaan wat ik hem wel reageren op. Of hij is misschien wel Nederlands. En trouwens, boys, ik ga ook vanaf nu gewoon niet meer te veel over de video's praten, want ik weet gewoon dat jullie eigenlijk gewoon puur kijken om gecheckt te worden. En eigenlijk volgens mij helemaal geen reet op geven wat ik ervan vind. Dus dat ga ik ook gewoon iets minder doen, man. En ik ga er gewoon zeggen wat ik, of ik het een goede video vind of niet. Ik ga er niet te langdradig over praten. Want volgens mij boeit het echt helemaal niemand. Dus daar ga ik mee stoppen. Maar ik laat sowieso wel weten wat ik van de video vind, man. We gaan er niet te lang over praten. Domme skin. Het ziet er wel goed uit, man. Gewoon een Shimayuga highlight video. Is gewoon een clean videootje, man. Hey, yep. That. 200 dead. Oh. Mannen heet ook gewoon legit 50-50 Mitro chest. Dat is wel ziek. Room, room. Room, room. Room, room. Vaseline. Oké. Ja. Ik zeg heel eerlijk, dit was gewoon een goede highlight video, man, bro. Niet te veel aan op te merken. Ik heb niet echt dingen gezien waarvan ik denk, oké, dat zag er niet echt goed uit. Kwaliteit zag er goed uit, clips waren goed. Video is gewoon lekker geëdit. Dus ja, man, dit is gewoon hoe een highlight video eruit moet zien. Sowieso, je krijgt die like van mij. En ja, dankjewel voor het gebruik van Hashtag Present. En dan gaan we door naar het tweede kanaal, man, boys. En ja, zoals ik al zei, ik ga niet langdradig praten over wat ik ervan vind en wat je kan aanpassen. Want waarschijnlijk komen jullie daar niet eens voor. Jullie komen gewoon kijken hoe ik naar de video's kijk van de kijkers. Dus boys, we gaan dan naar het tweede kanaal. Let's go. Oké, jongens, we zijn bij het tweede kanaal gekomen en die is van Matu. En die gaan we vannacht tweede checken, man, boys. Oké, ja, die 4K hoeft niet. Maar ja, let's check it out. Lost my mind. Ik ben benieuwd of we vandaag een nummer gaan krijgen die ik nog niet zo vaak heb gehoord. Oh ja, Vetter Bas is wel een goede editor, man. Ja. Hij was tweede geworden bij mijn editwedstrijd, volgens mij. Hij is goed. Good game, wap. Never stop. Ferox dead. Ja, maar hij is lekker geëdit, man. Speelde jij niet vroeger op controller? Ja, maar hij is lekker geëdit, man. Ik zeg heel eerlijk. Yes, wrist.
Might fuck your mama, give me kiss. The way she sucked this dick, she got a list. Saw that chick on my mind. Tell mama we gon' be fine. She know hitters, I must be blind. And ice my watch, can't waste my time. The bitch too far, can't drop no dime. Nah, y'all. I know you nigga don't hit my line. No, but I find it crazy. Everybody fuck with you when you got one. I find it crazy that I'm getting money. Never stop. Not my baby, I can't cup you hoe. No, I'm not a cop. Got 380s if you fuck with me. Ziet er goed uit, man. Oké. Ja, man. Kort maar krachtig. Maar is niet heel erg lang. Maar de clip zag er goed uit. Video is perfect geëdit. Vetta Bas heeft sowieso zijn werk gedaan, man. Ja, lekker highlight video, man. Bro, je krijgt van mij gewoon die like. En ja, ook jij. Dankjewel voor het gebruik van Hashtag Present. En dan gaan we door naar het derde kanaal, man, boys. Let's get it. Oké, jongens. We zijn bij het derde kanaal gekomen. En die is van Thomas IWNL. Nou, we gaan even kijken of jij never lose, man. We gaan het zien. Oké. Dit nummer. Ik heb dit nummer niet echt vaak gehoord. I know, bro. Ugly ass stretch, man. Like, come on, bro. Het is zo lelijk. Ik zweer het, man. Kijk, wat is dit, man? Deze stretch is echt fucking lelijk. Maar ja, als het fijn speelt, dan snap ik het wel. Ik ben echt geen fan van stretch meer, hè. Nou ja, gebruik tenminste wel een nummer dat niet heel veel mensen gebruiken, volgens mij. Althans, ik heb het niet echt vaak gehoord. Maar deze stretch is wel echt lelijk. Mitro. Mannen heten gewoon studenten-OV. Ik zweer het, Nederlanders hebben zulke gekke namen soms, hè? No joke. Ja, mannen pieken te lang. Het ziet er wel gewoon lekker uit, man. De video ziet er gewoon goed uit, man. Trouwens, boys, ik ga vanaf nu, elke keer aan het einde van de video, zal ik ook even aangeven welke highlight video ik het dikst vond die ik heb bekeken. Het lijkt me misschien wel leuk om erbij aan te geven. Misschien is het ook wel leuk voor jullie, als jullie eens een keer ook mijn mening weten welke video ik nou het dikste vond van de video's die ik heb bekeken. Maar dit was de video van Thomas. Best wel kort als je het ook mij vraagt. Net zo kort als de vorige volgens mij. Ja, dank je voor het gebruik van Hashtag Present. Video was op zich wel nice. Alleen wat ik zelf heel erg een nadeel vond is die stretch. Maar ja, dat ben ik gewoon. Je krijgt sowieso wel gewoon van mij die like. Alleen ja, ik ben niet echt zo fan van stretch, man. En ja, het is ook gewoon, ik weet niet. Het kijkt minder fijn dan naar naar de vorige video's bijvoorbeeld, die geen stretch gebruikt. Maar ja, iedereen zijn ding. Dankjewel voor het gebruiken van Hashtag Present. En dan gaan we door naar het laatste kanaal, boys. En dat is een consolespeler. Let's get it. Oké, jongens. We zijn bij het laatste kanaal gekomen. En die is van Vangen Mert 10. Dat is de laatste die we vandaag gaan checken, boys. En dit is volgens mij een consolespeler. Aangezien ik net de FPS zag toevallig. Ik scrolde er even doorheen. Ja, dit is holy shit. Besef gewoon, hè, die kwaliteit is gewoon zo slecht dat ik gewoon niet eens kan zien hoeveel mensen er alive zijn. Ik kan wel zien dat je één kill hebt. En ik zie ook dat je keyboard en mouse speelt op fucking PS4, volgens mij. Bro, die bitrate, man. Oh mijn god. Ik snap het niet. Er is één ding wat ik gewoon niet begrijp, boys. Er zijn echt veel mensen met echt shit kwaliteit op PS4. Maar er zijn ook gewoon... Er zijn ook altijd gewoon een paar consolespelers die gewoon met... Ja, ik weet niet. Gewoon met gewoon redelijke kwaliteit komen voor PS4. Ik snap het niet. Wat doet iedereen verschillend of zo? I don't get it. Want deze kwaliteit is echt, echt slecht. Ja,
Keyboard en muis spelen op PS4 is volgens mij echt fucking kut, hoor. Ik zeg je heel eerlijk bro, als je die kwaliteit fixt, dan zou het nog best wel een goede video zijn, man. Want je clips zien er wel gewoon... Want je clips zijn nog best wel gewoon goed, man, voor console. Ondanks je keyboard en mouse speelt. Ik zweer het, jij hoeft echt alleen die kwaliteit te fixen. Ik zweer het, fix dat. Alsjeblieft, fix dat. En ja, Aradon, misschien kan je ook gewoon een editor fixen, maar ja... Aangezien het een console video is, dan... Ja, ik weet niet of het dan echt heel veel nut heeft om effecten en zo te gebruiken, maar... Als je je kwaliteit fixt, zal het sowieso een veel betere video zijn, man. Sowieso, dankjewel voor het gebruik van Hashtag Present Boys. Dan zijn we weer aangekomen bij het einde. Mocht je deze video leuk gevonden hebben, drop even zeker die like. Ben je nieuw, abonneer ik even zeker op het kanaal, boys. Als jij ook gecheckt wilt worden, jongens, vergeet dan even niet om Hashtag... Present in je titel te zetten. En wie weet wordt je gecheckt in de volgende aflevering. En ja. Dankjewel voor het kijken in deze video, jongens. Allemaal nog een fijne dag. Ik zie jullie zo snel mogelijk bij een nieuwe livestream of bij een nieuwe video. En ja, man boys. Tot dan. Ciao.